In de video van vandaag ga ik het met jullie hebben over wat je je kat moet voeren. Hoi, leuk dat je kijkt naar de Gelukkige Huiskat, het kanaal waar je alles leert over het gedrag van je kat. En vandaag ga ik het dus met jullie hebben over wat je je kat moet voeren. En daarbij moet je nu niet gelijk gaan denken dat ik je ga vertellen welk merk voer je moet nemen. Maar het is meer om een soort van handleiding te geven waar je op moet letten. Wat de voordelen zijn van bepaalde voeding of wat de nadelen zijn. En ja, het allerbelangrijkste daarbij is smakelijkheid. Als je een voer kan nog zo goed zijn, als jouw kat het niet lust, ja, dan heeft hij niks aan alle goede bestanddelen die erin zitten. Dus dat is gewoon hartstikke belangrijk. En daarmee kom ik gelijk op het punt dat er dus heel veel individuele verschillen zijn. En daarom kan je dus ook niet zeggen, een kat moet dit eten. Want het hangt dan dus van het individu af of dat hij het smakelijk vindt. Maar het hangt er ook vanaf wat hij gewend is. Sommige katten zijn heel kieskeurig en daar heb ik trouwens een video over gemaakt. Die vind je hier. Daar kun je nog even eens nakijken waardoor dat nou komt. Maar daar moet je dan dus wel rekening mee houden. Een kat kan ook een bepaalde aandoening hebben. Dan heeft hij misschien aangepast voer nodig. En het is dus voor iedere kat anders wat hij nodig heeft. Daarnaast is het heel erg belangrijk dat als jij je kat eten geeft, dat je erop let, of als jij voer gaat kopen voor je kat, dat je erop let dat het een complete voeding is. En persoonlijk vind ik dat dus wel een beetje misleidend, in de zin van als je op een zak voer of vaak op een blikje voer gaat kijken, dan kun je daar zien staan complete voeding. Dan zit alles erin wat je kat nodig heeft. En dat betekent dat essentiële dingen, essentiële aminozuren, essentiële vetzuren, dat zijn aminozuren en vetzuren die een kat niet zelf kan maken. Die zitten erin. Alle voedingsstoffen die een kat nodig heeft, zitten erin. Alle mineralen die een kat nodig heeft, zitten erin. En bij katten is dat een beetje anders dan bij de hond en de mens. Katten zijn daar nog wat veel eisender in, zou ik bijna zeggen. Een kat heeft nog meer stoffen nodig direct in de voeding, omdat hij die zelf niet kan maken. En honden en mensen kunnen dat al meer, maar ook wij hebben die stoffen gewoon nodig. Maar dat zit dus wel in een complete voeding. Dus als je voer gaat kopen, dan is het belangrijk om daarop te letten. Want je kunt namelijk ook voer kopen, en daar komt het misleidende, vind ik, een beetje. Voer waarop staat complementair. Nou, compleet en complementair, het zijn twee totaal verschillende dingen. Maar als je daar niet heel erg in thuis bent, kan ik me voorstellen dat je in beide gevallen denkt, dan zal alles er wel in zitten. En dat is niet zo. Complementaire voeding, dat is gewoon, dat is wel voeding. En ik zal niet per se zeggen dat het slecht is, maar het is niet per se een voeding waar alles in zit wat een kat nodig heeft. Dus dat betekent dat als jij alleen complementaire voeding aan je kat zou geven, dan kan het zijn dat jouw kat tekorten krijgt. Omdat je onvoldoende essentiële stoffen aan je kat geeft via de voeding. En natuurlijk, het zijn verschillende woorden en met een duidelijk verschillende betekenis. Maar ten eerste is het echt ontzettend klein geschreven op een verpakking. Dus je kunt het sowieso al bijna niet lezen, zeker niet als je ouder wordt. En dan, ik denk wel dat je daar, dat mensen, ten eerste weten mensen het natuurlijk niet, maar goed, hè, die smoesjes heb je nu niet meer, nu weet je het. Maar dan is het moeilijk te vinden vaak. En die woorden lijken toch wel een beetje op elkaar. Maar het is dus hartstikke belangrijk. Dus kies altijd voor een complete voeding. Als je complementaire voeding geeft, dan is het een tussendoortje. Je ziet het heel vaak met natvoer, blikvoer.
vaak kleine blikjes. En dat, ja, daar staat dan wel duidelijk op het etiket, complementaire voeding. Nou, dan kun je dat prima aan je kat geven, maar je geeft het bij een complete voeding. En dan geef je het ook in beperkte mate. En hiermee wil ik dan deel 1 van de video's over wat moet ik mijn kat voeren afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Ik hoop ook dat je deze video wilt delen met al je andere kattenvrienden, zodat ik hun katten ook gelukkig kan maken. Want dat is mijn missie, alle huiskatten van Nederland gelukkig maken. En dan hoop ik je ook volgende week weer te zien. Tot dan!